Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe custom zombie map hier natuurlijk op Call of Duty en Black Ops 3. De map is gemaakt door Ping, dus dankjewel Ping en ik zit hier samen met Ryan. Hi. Hi. Hij is lekker rondjes aan het rennen. Deze map, ik ga het eventjes kort uitleggen, want het is niet heel erg ingewikkeld eigenlijk. Maar dit is een map waarin we trappen moeten gaan beklimmen om helemaal aan de top uit te komen. Om de map uiteindelijk te kunnen voltooien. Dus ik weet nog niet precies hoe we de trap op kunnen gaan klimmen. Maar daar gaan we vanzelf wel achter komen. Heb je er zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard op lijken. Dat zou ik super gaaf vinden. En oh wat? Je schoot die teddybeer kapot. Ja, ik dacht dat ik schiet aan. Oh. Nou goeie, ik vind het niet erg. Dus sowieso thanks natuurlijk over het intunen. En we gaan weer kijken wat we ervan kunnen gaan maken, Ryan. Ik heb wel een wapen. Ja, ik ga ook even boxers niet erg vind. Er komen wel veel zombies hoor. Oeh, SC 2010. Kijk eens aan. Kiek. Die is nu al lekker sterk. Meteen een max ammootje. Ja, ik heb geen idee waarom die 2010 heet. Maar hoe gaan we verder? Hier waar kunnen we... Oh, wacht. Oh nee, hier. 1500. 1500 hier, ja. En dan kunnen we dus de trap op gaan lopen. En er zijn heel veel van dit soort maps gemaakt. Maar ja, dit is eigenlijk de laatste ervan. Ja, ja. En ik wil hem wel halen, Ryan. Echt ook, we mogen niet doodgaan. Nee, we mogen niet doodgaan, dan hebben we een probleem, jongen. We mogen doodgaan, maar niet helemaal dood. Nee, precies. Als je elkaar kan reviven, dan is er niks aan het handje. Het chillen is wel, de zombies kunnen eigenlijk op dit moment maar uit twee raapjes komen. Dat is deze en dat is die bij Ryan. Niet, dus het is voor nu nog makkelijk, maar zodra we een hoge wave hebben... Niet meer. Ja. Ja, we kunnen ook gewoon hier blijven, ja. Ja, dan kunnen we ook geen perks halen, hè. Juggernaut, die zal wel ergens bovenop staan. Ja, voordat het raampje uiteen hebben ze al dood. Ja, nee, dat is wel waar. Maar ja, nu hè, nu op wave 3. Ja, nu zeker. Als we hier bij wave 30 staan met een 5-7 in mijn handjes, dan ben ik niet, blij. Dat weet ik wel. Een mystery box, hè. Hop. Ja, ik schiet even mijn ammo. Voor we weggaan, hoor. Want... Ja, ik ook, want anders moet je teruglopen en dan... Dat kan wel verduren zo meteen. Een bal 27. Echt? Het Advanced Warfare? Ja. Ik doe even wel de Obsidian Steed of dat nee, net nee, niet? Nee, gewoon een versie. Oh jammer. En kijk eens aan. Alright, de eerste ruimte heeft hij geopend. Moeten we ook nog de power aanzetten? Volgens mij wel, hè? 3000 is de volgende. Ik zal er wel voor sparen. Dat helemaal boven zit. Nee, dat denk ik ook, niet, ja. Nee, je kan gewoon kopen. Ik denk eigenlijk dat... Oké, cool. Ik denk eigenlijk dat Juggernaut wel hoog staat, man. Dat we daar wel voor moeten gaan klimmen. En nu begint het ook wat lastiger te worden, want nu komen de zombies natuurlijk al naar buiten. Ja, ze komen nooit daar. Leuk hier ook. Oh, hier in het midden? Ja. Oh, wauw. Het wordt nu langzaam maar zeker oppassen. Oh! Nee, jong, lekker rennen! Ik heb echt zin aan Advanced Warfare door die bal. Echt? Ja. Oh. Weet je hoe heerlijk dat wapen was? Het is altijd wel leuk om weer een keer terug te gaan naar een oude Call of Duty, hoor, als ik eerlijk ben. Ja, maar dat wapen, ik vond dat echt heerlijk. Zie je, even zo lekker geluid, schiet zo fijn. Ja. Er zitten in elke Call of Duty zitten altijd een paar wapens die super, super chill zijn. Ik open hem, ja? Ja, AN4. Hoppa! Let ook op teddyberen, want we moeten dus blijkbaar 5 teddybeertjes vinden. Dat is ook wel handig om zo snel mogelijk te doen. Voordat we ze niet meer kunnen tegenkomen. Hoppa! Nice! Hoe duur is deze? Even kijken. Die moet jij weer kopen dan, man. Deze is 4500. Het gaat gewoon steeds met 1500 punten omhoog, denk ik. Wel veel al, hoor. Ja. Ik wil zo meteen 20k of zo. Dat denk ik ook, dan moet je tenen nog kopen, als het goed is. Ja, en die zal wel 70k of zo zijn. Dus spaar je puntjes maar een beetje. Ja, je kan ze niet opsparen, want je moet die muren kopen. Zit er niet ergens gewoon een random teddybeer ergens in de lucht of zo? Nee. Echt er ergens geen money drop of zo? Kunnen we niet even cheaten? Heb jij ooit in een game cheats gebruikt, Ryan? Ja, in The Sims. Ja, oké, fair enough, dat heb ik ook wel eens. Rozebud, hè, Rozebud. Dat was hem. Een moneyload, ja, oh. Altijd. Het enige wat ik altijd in de Sims deed, by the way, was een huis bouwen. Dan gewoon echt 2 dagen of zo in het huis wonen en toen weer een nieuw huis bouwen. Het enige wat ik leuk vond was huizen bouwen. En andere mensen die hebben juist dat ze het leuk vinden om echt zeg maar dat poppetje te laten leven. Dus dat vind ik wel leuk aan de Sims. Iedereen vindt iets anders leuks. Nou? Vroeger kon dat makkelijk, hè. Dus ik zocht een partner of zo. Ja? Die wil ik. En dan zorgde ik ervoor dat hij bij me introk, zeg maar. Ja? En dan als hij bij me introk, gooide ik hem buiten, want dan nam ik zijn spullen mee. Oh, echt? Oh, jij bent er zo eentje. Jij vieze naaier gewoon. Dus ik zit ook te denken, hè. Ik speelde vroeger het spelletje Midtown Madness. Dat ken jij sowieso niet. Maar dat was... Ik heb er al van gehoord. Dat was een race game.
En dan ja, kon je gewoon een autootje pakken, weet je wel. Dan kon je een race in doen. Of je kon in de open wereld kon je gewoon gaan rondrijden. Nou ja, als je dat vergelijkt met nu, is het natuurlijk een heel klein wereldje met heel weinig autootjes. Maar ik weet nog dat op een gegeven moment mijn vader erachter kwam dat je op die game kon je auto's kon je downloaden. En dat was toen de tijd, was dat helemaal nieuw. Dus ik allemaal auto's lopen downloaden, allemaal pick-up trucks en allemaal vette sportauto's en alles. Maar als je nu bedenkt hoe makkelijk het eigenlijk allemaal gaat, hè. En toen de tijd zat je zoveel moeite ervoor te doen. Ja, op Steam heb je gewoon een bibliotheek. Een bibliotheek, ja, de workshop. Daar haal je al deze custom maps ook uit. En er zijn er honderden, of misschien zelfs duizenden maps. Dat is toch eigenlijk niet normaal als je daarover nadenkt. Op zich is het ook een cheat eigenlijk een beetje. Ja, dit is gewoon een mod. Dit is een mod, een zombie map. Dat is niet een cheat. Want het is een cheat is iets dat niet mag. Maar dit mag gewoon, dus... Oh, ik word geraakt. We hebben wel Juggernaut nodig hoor, zometeen. Ja, dat sowieso. Ik heb een pistooltje en die sterk, jongen. De MP412. Ja, ik heb de Dragunov en die is sterk. Oh, echt? Mijn pistooltje is one shot, joh. Als het goed is, maar dat weet ik niet zeker, komen op een gegeven moment hier ook speciale zombies. Dus ik denk het handigste dat we maar naar boven gaan. Dus ik zal de deur even openmaken. Kijk eens aan. En even die Juggernaut gaan vinden, man. Hoe duur is deze? Deze 5000 of 6000, man. De volgende. Ik heb ook een max ammo nodig, hoor, zo. Spaar jij voor de volgende 6k? Ja. Dan box ik even één keer, want mijn wapen is leeg namelijk. Ploink, IZR7, kijk eens aan. We zijn op level 3. Zit die granaten te gooien, jongen. Nou, tot nu toe gaat het ons makkelijk af, maar dat gaat zo meteen veranderen, hoor. Als die speciale zombies komen. Oh, ik ben gehit. Oh, ik ben bijna dood. Wow, er stond er blijkbaar één achter mij om te slaan. Ja. En je kan ze niet echt zien als ze die trap opkomen rennen. Dus dan ren je naar beneden en er staat er in één keer één. Het beste is gewoon een treetje maken. Dat denk ik ook inderdaad. En we kunnen geen wapens van de muur afkopen. Dus als we een wapen willen hebben, moeten we naar die mystery box beneden. Dus dan moet je heel dat helemaal heen en weer rennen gewoon. Jij hebt 6000 punten. Je zou hem kunnen kopen. Nou, je kan ook wachten tot de wave is afgelopen. Wacht tot de wave. Ja, nog 30 zombies. Dan is die voorbij. Die IZR7 schiet wel raar. Het is niet de standaard IZR7 hoe die schiet. Vind ik wel leuk. Ze hebben wel proberen na te maken, maar het is niet helemaal gelukt. Max ammo. Oh, nice. Oh. Kan ik weer mijn pistooltje schieten. Mijn pistooltje is nog steeds one shot houden, dat is wel chill. 12 zombies, dan is de wave voorbij. Dat schiet hard, jongen. Bim. Ja, ik koop hem. Ja? Is goed. Hoppa. Oh, Juggernaut links. Oh, nice. Oh, kan hem ja, jij hebt niet genoeg punten. Yeah. Kun jij de laatste zombies maar, hè? Dan kan je hem halen. Ik haal hem alvast. Lekker drinken, hoppatee. Je hebt genoeg punten, maar je kan hem halen. Nice. Ik heb de laatste zombies uitgeschakeld. Oké, cool. Level 4. We zijn niet nog een nieuwe teddybeer tegengekomen, heel toevallig. Nee, ze hangen ook niet aan het plafond vandaag. Ja, en misschien... Even zonder grap, misschien... staan ze wel in een van die raampjes. That can. Ik ben even een beetje in aan het kijken. Etage 4, ik weet niet hoeveel etage dan er zijn. Ja, misschien wel 20. Ik heb geen idee. Veel. Ah, we lopen gewoon rustig naar boven, joh. We moeten denk ik wel dan even rustig die raampjes checken, hè? Misschien staat er wel een teddybeer binnen namelijk. Oh, hier is het kill. Oh, nice. Au, jongens, rustig. Sommigen rennen snel, jongen. Ik heb hier geen teddybeer. Ik check even die raampjes, hoor, hè? Als je het niet erg vindt. We hebben er nu namelijk nog tijd voor, dus dan kunnen we het beter nu ook even checken. Hier geen teddybeer, nee. Hoeveel stonden er in ons beeld? 5 toch, dat we moesten vinden? Geen idee. Ja, toen jij hem kapot schoot, stond er volgens mij 5, ja. Dus we hebben er nu al 1. Daar zit een kogel in de muur. Ja, dat is geen teddybeer, nee, een kogel in de muur. Maar waar ben je nou? Ja, het was iets, hè. Ik heb iets gevonden, alleen niet hetgene wat ik zocht. Nee, ik zie in de raampjes ook niks, man. Ga voor Dragunov uit nu. Het is wel goed dat ik het nu even check. Want nu kan het nog. Ik heb IZR7. Oh. Ja, we stonden tegen elkaar aan te lopen. Lekker weer. Ze komen er alweer aan, man. Dus kijk uit. Een Mac 11. 2 zombies. Er zijn de laatste 2. Oh, achter je. Ik heb er 1. Ja, lekker. Let's go. Awesome. Staat er al ergens speedcola? Nee, hè? Hey, moet je mijn wapen zien? Nee.
koekwapen. Oh ja, dat is die van Black Ops 1. Ja. Dat hele kleine submachine. Ja, die was leuk om te gebruiken, hè? Ja, die was leuk, jongen. Ik zweer het je. Nee, die is niks waard. Nee, nee. Je hebt er niet heel veel aan, inderdaad. 7500 punten weer voor de volgende deur of muur te openen, eigenlijk deze keer. Het is niet echt een deur, hè, wat we openen. Maar ja, het gaat wel open. Een muur kan niet echt... Nou ja, laat maar. Een muur kan niet open gaan, dus eigenlijk is het wel een deur. Het is een deur in de vorm van een muur. Laten we het daarop houden, ja. Een deurmuur. Oh, lekker droog weer. Heerlijk. Wat 20 kogels per ammo clip en dat ding. Weet je wat ik wel voor de laatste keer zag, Ryan, bij de zombie video? Is dat mensen wel genieten als die lekker lang duurt. En ik heb zo'n gevoel dat deze lekker lang gaat duren. Dus voor iedereen die dat chill vond in de vorige zombie video, alsjeblieft alvast. Zombies lopen heel langzaam. Maar doen nog altijd iets anders. Eén keer doen we sharpshooter, deze keer doen we stairway. Ja, er is genoeg te doen, joh, met die custom zombies. Nu helemaal, nu kan je ze even rustig afschieten met die slow-motion. Even boxen. Ja, ik heb ook, zo te zien, geen ammo meer in mijn IZR7, dus ik moet zo meteen ook. Oh, 16 zombies over deze weg. Let op, ze gaan weer snel rennen. Valkantje? Black Ops 2, de QBB. Chicom. Ik weet het niet. Ik ken het helemaal niet. Die burster machine gun. Nee, light machine gun. Oh, light machine gun. Voor mij is die van Black Ops 2. Ja, er zijn zoveel Call of Duty's uit, ik weet het ook allemaal niet meer hoor. Weet je hoeveel verschillende wapens we hebben in totaal, joh. Oké, de wave is voorbij. Ik heb genoeg punten, ik maak de volgende open, ja? Oh ja, op 16 het allemaal dezelfde wapens. Maar ze kregen een andere naam, layout. Ja, klopt, ze zien er helemaal anders uit. Oh, Moolkick hier. Oh. Die is wel handig. Het lijkt wel echt op een kaasmuur, by the way. Even... Ja. Oh, even binnen checken, hè? Teddybeer hier? Nee. Etage 5 pas, hè? Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat er echt 10 zijn of zo, hoor. Hier ook een teddybeer. Ja, ze komen wel eens naar boven. Ja, ik moet even een nieuw wapen hebben. Ik heb geen ammo meer, namelijk. Dus ik ren even naar beneden, man. Ik zie je zo weer, hè? Het is ver naar beneden nu al, jongen. Ga stamina oppakken. Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Ja, ik heb niet genoeg punten ervoor. Oké, nu heb ik echt... Ik heb 0 kogels in alle 2 mijn wapens. We gaan even rustig boksen. Dan moet je echt wel iets kopen. Ja, ik heb wat. Oh, ik heb een Akimo wapen. Akimo 5-7's heb ik uit de box gekregen, lol. Echt? Klik. Niemand die het hoort. Dat is als je op de computer speelt en dan hoor je je muis klikken. Het zijn echt niet chille wapens, by the way, maar ja, het is beter dan niets. Dus je hoort mij niet klagen. Eigenlijk wel een klein beetje klagen, maar dat hoort erbij. Ik kan even granaten gooien, nu ze toch stilstaan. Kijk, ze lopen weer. Oh. Het is wel chill dat je een grote ruimte hebt om rond te lopen. Want als dit heel dun was geweest en heel klein, dan hadden we wel een probleem, maar... Dit is wel chill. Die 5-7 die ik had is nu alweer leeg, man. Ja, ik ben ook helemaal. Dit is de laatste zombie, ik heb hem uitschakeld, nieuw wave begint. Weer een wapen halen. Is die nu 9000, die deur? Nee. Ja, 9000, man. Oh, en als we heel de wapens gaan halen... Ja, maar je kan dan niet kost anders. Dat natuurlijk ook... Nee, je kan niet anders, want ik moet die 5-7 ook alweer bijna omruimen, namelijk omdat ze leeg zijn. Usas, shotgun. Ik heb even quickly 5 gehaald voor jou. Nou, wat een vertrouwen hier, hè? Jongen. Zo. Nee, dat klopt. Als ik down ga, kan je me wel snel die 5. Hey, jongens, niet zo slaan. Oh. Ik geef je 1 tip, niet te veel achteruit lopen. Dat gaat fout namelijk. En ik ben weer out of ammo, dan gaan we weer even boksen. Welke wapen gaan we krijgen? Usas is niet leuk. Usas is niet leuk. Die is ook snel out of ammo, hoor. Oh, Mac. Oh, ik heb net gebokst. Oh, alsjeblieft, hè. Nee, ik ga wel dat wapen oppakken, want ik weet niet wat het is namelijk. Oh, wat? De Raging EMX. Dat is een custom wapen. Die heeft gewoon iemand gewoon zelf gemaakt. Oh, leuk. Oh, dat is ook wel interessant. Ja, maar als je dat kan, hè. Als je gewoon van die wapens zelf kan maken. Dan kan Call of Duty werken. Ja, precies. Dit is nogal, dit is een leuk wapentje, hoor. Soms hebben mensen beter custom dan echte game. Nou, ik vind, weet je wat ik wel vind bij games die worden gemaakt? Ik vind wel dat ze sommige dingen meer moeten testen, zeg maar.
Maar dan wel moeten testen met... Ja, maar ze huren mensen in om hun games te testen, hè. Dat sowieso. Gewoon buitenstaanders. En die ondertekenen dan allemaal contracten en dan mogen ze niks zeggen, weet je wel, dat soort dingen. Maar heel vaak zijn het ook mensen die niet veel van de game weten. Maar als je juist bij Call of Duty bijvoorbeeld echte Call of Duty spelers inhuurt, dan kan je die game veel beter maken. En als je bij FIFA of zo echte goede FIFA spelers inhuurt, die je game laat testen, dan heb je daar veel meer aan dan gewoon compleet random iemand die misschien echt gewoon helemaal niks van die game af weet. En dan zie je als zo'n game uitkomt, dan zitten er nog echt vaak van die fouten in. En denk van ja, dit is echt gewoon eigenlijk super dom dat er überhaupt nog in zit. Oh, niet meer om me slaan, jongens. Rustig aan. Daarom heb ik ook weer bijgekomen. Ik ben nog niet neer. Hallo, onder controle. Echt, het wordt nog redelijk lastig hoor, Ryan. Kijk wel. De wapens worden ook al minder sterk. Die armor hebben we al zo'n ding. Ik ga nog een keer boksen, ik ben weer out of ammo. Ik heb nog 6 kogels. Ik heb een en nu 0. Oh, MX9. Ik heb wel een MOAB liggen, maar... Ja, je kan hem beter laten liggen, krijgen we meer punten voor. Dus als je die oppakt, krijg je 500 punten of zo, terwijl je beter van de zombies kan neermijnen. Oh, nice, ik heb ook 9k. Ik ga alvast door voor de... Wat is het? 10.500 voor de volgende. Kunnen we die meteen openen? Hallo. Ja, het stamina upgehaald. Oh. Ik ren naar boven, ja? Oh, daar heel veel punten. Hoe oh nee, er lopen onzichtbare zombies! Ja, daardoor ging ik dus dood waarschijnlijk. Ja, nu heb ik dus nu een probleem. Komen we achter je? Ja, ik zie het. Ik kan je niet revive, man. Oh, ik ging in één keer. Dat zei ik, vanaf wave 10 ongeveer gaan die komen. Het is nu wave 12. Heel veel, dus... ja. Succes. Als je rent, kan je misschien nog reviven. Ja, ik ga het proberen, ja. Hij rent snel achter je. Oh, wat heb je voor wapen, joh? Nee, ik ga er niet halen, wacht. Ik weet ook niet hoe lang nog hebben. Dit is de laatste. Oh, wat? Bro, serieus? Die laatste die sloeg me nog even, hè? Oh, ik had wel lang de tijd om je te reviven, of niet? Wat komt er daar aan? Waar? Oh, een onzichtbare zombie bij mij. Pas op, man. Zie je hem? Ja, hij loopt hier. Als je richtpuntje rood wordt, dan zit hij er. Hij loopt hier in de map. Zie jij hem? Hier. Ik zie hem niet, hoor. Hij loopt hier gewoon midden in de map, jong. Kan jij hem zien? Ja. Oh, ik niet. Oh, dan moet jij hem even afschieten. Kijk, dat is wel het probleem bij mods. Hij werkt niet bij iedereen even goed. Dus Ryan die kan de zombie wel zien en ik niet. Oh. Hey, als je zo'n onzichtbare zombie voor mij dus ziet, moet je het even zeggen, ja? Ja. Want bij mij, oh, bij mij loopt er ook ergens een. Ja, ik kan die dus niet zien, dus dat is echt super irritant. Ik ben bijna dood. Ik heb een bom, ik pak hem wel even op deze keer. Dan zijn die ook meteen neer namelijk. Ja, het is, we hebben zoveel maps geïnstalleerd en zoveel mods geïnstalleerd dat het af en toe even niet meer helemaal werkt. Dus voor mij zijn die lava zombies die zijn onzichtbaar. Oh echt, dan ga je waarschijnlijk helemaal naar beneden. Maar die fast travel. Oh, ik word geslagen. Oh, teddy weer gevonden, lekker bezig. Die fast travel is volgens mij om helemaal naar beneden te springen. Kost ook 500 zo. Ja, doei Ryan. Doei Ryan. Oh, het is hier de deur open. Oh, ik kom eraan. Oh, dit is voor helemaal naar boven te gaan. Ik ben er! Ja, dat is voor helemaal naar boven te gaan. Oh, dat is weer... oh, dan kan je dus weer terug. Oh, maar dat is wel handig. Ja, kijk nu. Want nu komen alle zombies die trap afrennen. Kijk boven. Ja. Daar komen ze allemaal aan. Ik ga granaten gooien hoor. Gooi gewoon granaten die kant op. Dan lopen ze er allemaal in, houden. Hier, ik heb ze met mijn granaat. En nu weer terug naar boven. Dan kunnen die zombies trollen, jongen. Maar dat is toch niet de laatste verdieping nu waar we waren? Nee. Omdat er daar wel nu een jumppad zit en die deur is open gegaan. Ja, maar misschien de eerste jumppad, hè. Ja, dat er nog. Dat er zometeen nog 3 jumppads komen, nou, hè. Oh. Kijk, ik ben weer out of ammo. En we moeten iets van een pack-up punch zien te vinden, hoor. Oh, onzichtbare. Ja, hij loopt ergens van mij volgens mij, maar ik kan hem dus niet zien. Daar. Wacht, schiet jij, dan weet ik ook waar die zit. Daar. Schoot ik raak? Hier loopt hij. Ik kan hem niet zien, Ryan. Pas op hoor. Jij kan hem wel zien en ik het niet. Dat is echt super, super frustrerend, ouwe. Je staat in de fik, hè, Ryan. Kijk uit. Oh, weer die 5-7. Serieus? Ik box nog een keer, hoor. Ik hoef die dingen niet namelijk. Heb je hem neer? Ja. Oké, lekker.
Ja, sorry man, maar voor mij zijn ze dus onzichtbaar. QBB. Oh, die had jij net, die QBB, die light machine gun. Ja, nu heb ik hem. Oké, ik ben boven, want volgens mij kan ik de volgende weer kopen namelijk. Wat heb dit ik? Wordt 10.500. Ik heb de repulsor, Jan. Oh, hier staat Speed Cola, Ryan. Ik ga die wel kopen als ik niet erg vind. Dan? Hoeveel kogels zitten erin? Huh? Wat is dit dan? Ja, ik kan het niet zien, jongen. Moet je niet aan mij vragen? Hij denkt dat ik ogen hem op jouw scherm heb. Kijk, hè? Ja? Gewoon een energy wapen of zo. Nou ja, ik zie helemaal geen kogels vliegen, maar... Zolang je zombies kan killen, vind ik het beste eigenlijk wat voor wapen je hebt. Hoppa. Die QBB is ook nog wat chill. Er zit lekker veel kogels in, dus... Maar je hoort je niet klagen. Nice. Weet je wat ik denk even moet doen, hè, Ryan? Ja. Voor de volgende keer. Ik moet denk even al die mods moet ik even een keer verwijderen. Of even mijn game opnieuw installeren. Dan zijn die zombies niet meer onzichtbaar voor mij. Ja, dat kan. Want voor jou zijn ze niet onzichtbaar. En jij hebt natuurlijk je hele computer opnieuw geïnstalleerd, hè? Ja. Oh, ik word geraakt in mijn rug. Volgens mij heb je dan nog een mod gedownload. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, eigenlijk moeten we ook elke keer als we iets hebben gespeeld, moeten we het eigenlijk ook weer verwijderen. Maar daar zijn we weer te lui voor, jongen. Volgend jaar staat deze map nog op een computer, terwijl we maar één keer spelen. Ja, weet je hoeveel mappen er op de computer staan? Ja, bij mij staat het helemaal vol, jongen. Heel veel mensen vragen ook bij de way hoe we deze map spelen, maar dat kan alleen maar op Black Ops 3. En dat kan ook alleen maar op de computer, dus niet op de PlayStation helaas. Dus dat wou ik nog wel even vermelden. Ik heb een wapen nodig, dus ik ga even naar beneden rennen. Ik had ook de jump pad kunnen nemen, maar... 12k. Ben ik weer vergeten. Ja, 12k is de volgende, ja. Ik wil de speedkolen halen. Ja, die staat helemaal boven. Die kan je halen hoor. Ik heb hem ook gehaald. Dat is wat chill namelijk. Helemaal als je een lijn machine gun hebt, dan heb je die wel nodig. Nou, kom op. Geef me een chill wapen. Eigenlijk moet ik mulekick halen, want nu gooi ik mijn wapen weer weg. De vepper. Schiet lekker snel. Ik ga denk even mulekick halen. Oh, ja, nu heb ik max ammo! Zit ik aan met een ander wapen! Yo, wat is dit nou weer dan, bro? Ik heb zin in kaas, ouwe. Ja, kijk wat voor map we spelen. Ik heb zin in kaas nu. Ik ga beginnen rape trainen. Ik ga denk ik zo meteen een broodje kaas maken. Ondanks dat het gewoon 3:10 is op het moment. Maar... Ik heb net mijn spaghetti op. Ja, we hadden net ook al opgenomen. Ik ben natuurlijk druk bezig met verbouwing, dus... Ja, als we opnemen, nemen we meteen gewoon een paar video's op. Ja. Er zit een vuurzombie bij me, Ryan. Dus als je me even kan helpen, graag. Oh. Ik kan hem niet zien, namelijk. Wel chill dat jij ze wel kan zien. Dan kunnen we een beetje samenwerken. Hier. Pas op, achter je zitten er nog veel. Nee, ik heb je treintje overgenomen. Zij die van mij hebben overgenomen. Van, ja, precies. Oh, er zit nog eentje bij mij. Oh, hij is neer. Die vepper die schiet snel, jongen. Heb ik nou moe? Oh ja, ik heb moe gehaald. Kan ik zo nog even één keer boksen? Dan heb ik 3 wapens namelijk. Awesome. We zitten ook al W15 even tussendoor, dus let op hoor. Die zombies die worden al redelijk sterk namelijk. Lukt het? Ja, ik heb die een beetje druk, maar... Ik ben bij je, dus let op. Oh, wacht hier. Oh, nice. Ik ga even die onbreakbare. Ik ben benieuwd of dit wapen nu nog steeds one-shot is. Ja, maar ik hou dat pistooltje bij me, man. Die is nog steeds one-shot van kill namelijk. Hier nog dubbele punten. Hij moet even weer een nieuw wapen halen. Ja, ik ook. Box jij nu? Ja. Waar is die laatste zombie? Oh, daar. MX9, ja, ik ga... Oh, je gaat nog een keer, oké. Ik heb geen ammo meer. MX9 kan het niks mee. Ja, nee, maakt niet uit. Nice, die ik heb een wapen terug dat net heb ik. Ja, dat is ook een custom wapen, hè? Die hebben ze ook gewoon zelf gemaakt. Oh, ik heb de IZR-7 weer. Ja, ik box ook nog één keer. Hij is dan wel sterk, hoor, die. Ja, relax toch? Wat is dit? Usas was niet chill, hè? Of wel? Nee. Nou, ik heb hem gewoon meegenomen. Maakt mij het ook uit. Minigun. Lekker skieten. Ik ben even aan het killstealen ook hoor, dus... Ja, pas op, dat nog helemaal onzichtbaar, maar hij is bijna dood. Oh, ik heb die onzichtbare. Nice. Ik zat gewoon met die minigun te sprayen, maar ik kan hem niet zien. Dus ik knal hem zo door zijn kop heen blijkbaar. Ik vind het niet erg.
Oh, nog een onzichtbare bij mij. Nou, mijn minigun is bijna voorbij. Ik heb een beetje jouw kant op geschoten, maar... Geen idee of ik hem heb geraakt, bro. Ik heb mijn best gedaan voor je. Nog twee... Oh, daar vliegt hij hoor. Nog 72 zombies deze week. Ja, ze komen er allemaal aan. Ik gooi granaten die kant op. Vol op hun bakkers, jongen. Ik heb dat hele treintje al bijna, man. Als hij nu een dead machine had, hè? Ja, dan kon je ze allemaal in één keer neer mij, jongen. Heel veel crawlers, man. Dus pas op. Dat ik er niet tegenaan loop. Reloaden rustig. Oké. Okay. Uitgaan. Nee, niet neergaan. Nu krijgen we wel een probleem als je neergaat. Yep. Zit bij mij nog een lava zombie, just saying. Oh, volgens mij is hij neer. Ah, die is zelfs nog best wel sterk hoor, by the way. Ja, maar is er een oh, is het kill? Nee, we hebben eerst het kill. Ik dacht, nee, Usas is gewoon watch op een kill. Maar is het kill zat. Oh my god, die is zo slecht. Die is wel echt heel erg slecht, ja. Nee. Helaas niet, nee. Hij staat ergens achter me. Ik heb een gehit erin, pas op. Niet te lang stil blijven staan, hè, bro. De hammercalls. Laten we één zombie even leven? Ja, ik heb 24 hammel. Oh ja, ga jij maar even boksen en dan open ik de volgende muurdeur. Ja, muurdeur, deurmuur. Dan gaat hij. Vloep. Oh, die is ook weer open, kijk eens aan. Nummer 8. Hier staat Electric Cherry, als je die wil. En de volgende deur is 13.500. Oh. Nou, dit gaat niet echt gemakkelijker op worden, hè? Er gaan iemand strandwapens. Oh, ik heb... Lukt het? Wat wapen heb je? Je hebt een chill wapen, hè? Nee, ik heb de MX9. Oh, ja, die is niet zo chill. Ik heb echt poepwapen. Ja, er zitten heel veel wapens in die box, maar we krijgen nou niet echt de beste wapens eruit. Daar heb ik geen probleem mee. Ik ga mijn Usas even omruilen. Oh, de RAW! Ik heb de RAW! De RAW! Dat is een light machine gun. Oké, nice. Nou, lekker voor kogels, dus kunnen we weer even gaan sprayen. Ik ga wel even boven staan, of gaan we... Wat wil jij? Zeg maar waar je wil staan. Als jij daar blijft staan, dan loop ik nog even een stukje naar boven. Weer even punten krijgen. Kom maar, jongens. Er was bijna geen G-Teddy meer bij level 8. Ik maak wel even een treintje, man, want anders kost het te veel ammo als je allemaal apart gaat afschieten. En ik moet even stemmen en up halen, denk ik. Ja, ik doe altijd ook altijd eentjes. Ja, want anders zit je op elke zombie individueel te schieten. Dat kost veel meer ammo. Het is ook lastig, mijn trainen is makkelijk. Ja. En je bespaart de kogels mee. En we hebben zoveel punten nodig dat het wel handig is om te doen. Het begint wel langzaam maar zeker een beetje te concentreren. Ja, maar concentratielevel te worden. Ja, maar ja, dan moeten we eerst waarschijnlijk alle verdiepingen voor hebben. Of alle teddyberen. Maar ja, die teddyberen vinden we pas als we alle verdiepingen hebben. Dus. Het wordt nog even een opletmapje. Hey Ryan! Ja? Er komt een granaat aan! Ik ben benieuwd of die bij je uitkomt. Ik heb ze echt recht naar beneden gegooid, houden. Oh. Nee, niet in de buurt. Nou, zo mijn best op gedaan. Even mijn light machine gun pakken. Jullie andere oh, ja. Wapen is sterker. Oh, thanks. Hey, Ryan, mijn wapen is one shot. Oh, wat erg ook eigenlijk, hè. Hey, jij killstealer, ik zie het wel. Eigenlijk, ik stiekem ook jouw killstealer, daardoor zag ik het. Ryan killstealer. Hey. Hey. Oh, ik zie alles mis. Hey. Let op, hij is bijna voorbij, man. Eerste kill is bijna voorbij. Eerste kill is voorbij. Oh ja, zie je. Sorry jongens, jullie kunnen niet bij hem in de buurt komen. Dat is spijtig. Ik bleef gewoon bij jou dan. Ja, ze hoeven alleen maar naar me toe te rennen en ze gaan neer. Hé, dat bespaart ook ammo, hè, dit. Oké, nice. Die zijn allemaal neer. Ja, jij kan als goed de deur weer openen, toch? Ja. Ja, nice. De volgende is ook weer open. Awesome. Level 9. Oh, hier staat double tap. Double tap. Ja, even snel in de raampjes kijken voor teddybeer. Hoe duur is die nu? 15. 15, oh. Ja, dan moet ik daar weer even voor gaan, hè? Ik ben er geen eigenlijk. Ja, ik ook.
Wat rustig reload. Ik ben weer mijn ammo een beetje op aan het raken. Heb je druk, hè? Ik heb hier niemand. Nou ja, ik heb de puntjes nodig. Vind ik niet erg. Kom, ik heb nog 14 vol. 15k, dan kan ik er weer even openmaken. Oh, jongens, rustig. 3 pas. Ja, ik zeg de hele tijd, ik wil wat die perk kopen, maar ik wil eigenlijk mijn punten sparen. Om die deuren te openen. Ja, ik heb Mulekick, Speed Cola en Juggernaut. Maar dan kan je weer ammo sparen, maar als je Mulekick hebt. Ja, dan kan je 3 wapens. Ja. Dan kan je 3 wapens leeg schieten en dan hoop je dat je max ammo vindt. Maar ik wil eigenlijk ook even stamina uphalen, maar ja, dat vind ik weer zonde. Ik kan beter gewoon voor die deuren gaan. Oké, ik heb de volgende ook weer geopend. Ik ben wel level 10, man. De volgende is nu, even kijken, 16.500 dan, toch? Ja. Ik zal zo voor de zekerheid checken. Wapens zijn totaal niet meer sterk, bro. Nee, bij mij. Ik zit te schieten, jongen. Er gebeurt helemaal niks. Wacht, ik heb max ammo. Uh-oh, ik heb die helemaal niet gezien. Hier, max ammo. Oh, en een bommetje. Nice. De volgende Ryan is... Ja, 16.500. Nice. Ik zal nog even teddybeertjes zoeken. Weet je wat ook altijd het leuke is aan dit soort video's? Als wij teddybeer hebben gemist, dan staan altijd heel de reacties vol van... Hé, jij hebt teddybeer gemist! Maar ja, wij hebben het natuurlijk al opgenomen. Dus het is leuk dat ze dat altijd in de reacties zetten. Maar we hebben er niks meer aan, want we kunnen niet live die reacties zien natuurlijk. Volgens mij hebben we geen gemist deze. Nee, volgens mij ook niet. Maar je weet maar nooit, hè? Anders staat het wel weer in de reacties, dus dan weten we het weer. Zo, die ICR-7 die krijgt ze echt niet meer neer, man. Ik zit te schieten en er gebeurt gewoon niks. SCU 2010 ook niet. Er loopt één onzichtbare zombie ergens bij mij. Ja, bij mij ook. Dus even kijken of ik hem kan neerkrijgen zonder dat ik hem zie. Wow, yo, die zombies worden sterk hoor. Wave 18 zitten we. Ik ben een klein beetje aan het concentreren hoor. Ja? Ah, ja, klein beetje. Zo, bij mij zijn ze allemaal neer. Behalve, er loopt als het goed is nog een lava zombie bij mij, ja, of niet? Ja, pas op, nieuwe wave. Ja, bij mij loopt er ook nog heen. Ik kan hem alleen niet zien. Oh. Ik hit hem. Uh-oh. Ik hit je! Ik weet dat je hier ergens loopt! Ah, ik heb een D25S. Bro, die moet je veel raken, of niet, die zombies? Ik hit hem namelijk zonder dat ik hem zie. 5-7 dual wheel. Maar niet genoeg. Oh ja, daar heb je niks aan. Oh. En mijn pistool is ook niet meer one shot nu. We moeten echt die juggernaut hebben, man. Zet hem of die pack-a-punch bedoel ik, sorry. Wat zei je? Ja, ik zet de hele tijd de boxen voor wapen, maar ja. Jij hebt geluk dat je die box hebt. Ik heb niks hier. Ja, zo hebben we punten niet. Ja, je moet gewoon eerst het wapen helemaal leeg schieten, hè? Niet meteen weer de nieuwe halen. Hier. Oh, thanks. Even die werkbare schakelen. Zo, jongen, ik moet ze echt veel hitten voordat ze neervallen, hé. Ja, maar ik zit steeds die onzichtbare te knallen, hè? Weet je hoeveel ammo ik kies? Ja, true. Hoeveel punten heb ik? Oh, ik kan de volgende openen. Ik maak hem alvast open, ja? Oh, dat er nee. Ik mis serieus. Nu kan ik hem openen. Zo. Volgende is ook open. Level 11. Ja. Wat hangt er dan hier staat... Oh, er staat hier iets. Wat hangt er dan aan sneeuw... plafond? Oh, wat? Er staat hier een custom perk, Ryan. Maar wat hangt er dan aan plafond? Waar? Oh! Daar. Oh, wat is dat? Heeft daar een tomahawk. Oh, een tomahawk! Hoe gaan we die krijgen? Ja, dan moeten we waarschijnlijk nog verder naar boven. Met dat springen. En dan zo'n sprong pakken inderdaad. En dan die tomahawk uit de lucht vissen. Let wel op dat we nu bij elkaar lopen, man. Dus pas op, hoor. Ja, ik ren al een beetje naar beneden. Ja, cool. Ik moet zo meteen ook een wapen gaan halen, hoor. We zijn nu even spaard voor de volgende. Die is dan 18.000. Ja, anders ren ik naar boven en jij naar beneden. Ja, we kunnen wel van langs elkaar, ja. Kom maar. Er staat hier nog ergens een lava zombie. Auw, thanks jongens. Laat je mij slaan, hè? Oh, Wie heeft die teddy gevonden? Ik schoot gewoon maar. Wat? Wat?
Nou, we hebben 3 van de 5 teddies. Terwijl we beide niet weten waar die was. Volgens mij schoot ik op een rooster. Ja, of je schoot per ongeluk zo'n spanhutje in waar ze spannen of zo. Hé, hey, ik schoot recht in het midden. Weet je wat het is? Ja, ik ook. Misschien had ik hem wel, hè? Je weet het niet. Het chillen is, we hebben 3 van de 5 teddies. Oh. Met gewoon echt een random schieten. Ik ben ook out of ammo met alle 3 mijn wapens. Ik moet even de ammo gaan verzamelen. Ik heb ook niks meer. Echt? Ik heb totaal niks meer. Oh, wauw. Wacht, laat mij eerst even boxen dan. Ik verander wel dat pistooltje, want die is niet meer one shot. F2000, alright, nice. Ja, we moeten nu wel max ammo vinden hoor, denk ik. Nog 25 zombies over. Ben jij langs me? Ja, dat is ook hoor, in je rug. Ja, ja, ik zie ze. Die F2000 is alweer bijna leeg. ik heb hem net uit de box gehouden. Hij is nu alweer bijna leeg. Ja. Dat ding heeft ook een fire rate. Dat is niet normaal, maar ja. Oh my god. Wat heb je? MP42-12. Oké. Okay. Wat? Wat? Ja, de pistoolse. Die was, Ryan. Die had ik net heel de tijd. Die was. One shot, one kill. Ja, maar dat is die nu niet meer. Hij is nu denk ik 2 kogels voor een kill. Wat hebben wij? Ik ga weer mijn F2000 wegdoen. Ik heb de M14. Oh nee, hè. Ik box nog een keer. Jij hebt best wel veel punten, dus als jij boven blijft... Ja, ik moet nog even boksen. Oh, ik heb de Model 1887. Die ga ik bewaren. Want als je die pack-and-push, wordt die Akimbo, bro. Dus die ga ik niet wegdoen, want die wil ik pack-and-push. Oké. Okay. Je had die lava-zombie, hè? Ik heb de core uit, goed genoeg. Oh mijn god, die F14 100. Is echt niet meer sterk. Honden, serieus? Yep. Dan komen... Oh ja, honden. Vanaf F20 komen er dus de honden ook. Oh, nee, hè. Ja, het wordt nu moeilijker, Ryan. Ja, ik denk ook dat ik even widows Ryan wil, hoor. Ja, maar dan, we moeten juist die trap gewoon openen, man. We moeten geen perks meer halen. Ik haal ook niks. Klopt, want dan komen we nooit verder, namelijk. Op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment wel, ja. Maar we kunnen beter nu eerst gaan voor de pack-and-punch, hoor. Anders hebben we zo echt een probleem. Dan heb je ook niks meer aan die widows Ryan. Ja. Die F14 van mij is slap, jongen. Dat gaat helemaal nergens over. Vooruit, daar gaan we punten farmen. Speed boost. Hoeveel heb ik? 9400. Ik ga even die model erbij pakken. Oh, die is ook niet meer one shot. Serieus. Oh mijn god, die model is slap, jongen. Ik ben nu alweer leeg. Dit is echt het slapste shot die ik ooit heb gezien. Ik heb hier een boom leggen. Ja, leeg. Pak hem maar hoor. Dan kom ik ook even naar beneden als ik het niet erg vind. Ik heb ook weer een nieuw wapen nodig. Ik heb even een max ammo'tje nodig. Oh, hond bij jou. Kom dan, hond. Kijk, ik heb de hondjes. Oh. Mag ik boksen? Thank you. Let op, worden weven is nog niet voorbij. Ja, Fepper. Ik ren even naar boven. Is een andere Fepper. Van een andere Call of Duty. Ja, is goed. Er zitten 2 Vappers in. Ja, klopt. Maar ze alle twee wel. Ze schieten alle twee hetzelfde, maar ze zien er anders uit. Een hondje in mijn rust zitten. Oh. Nou, ze schieten lekker door. Ze hebben veel ammo, dus ik vind het best. Oh, die ogen is sterk. Oei, joh, je moet ze echt veel raken nu, jongen. Oei, joi, 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 joi. Sterk. Wow. Hoeveel was die duur? Ja, je kan hem kopen. Je kan hem kopen, de volgende. Yo. Oh, ik heb een max ammo, schiet even je kogels op, hé. Dit is het einde. Oh, heb je het einde? Ja, volgens mij is hij helemaal boven. Ik pak de max ammo op, ja? Yo. Zo, ik kom er ook even aan naar boven. Met mijn slappe model in mijn handen. Het is echt het slapste wapen dat ik volgens mij kan packen, maar als je een packen punt, is hij volgens mij weer enorm sterk. Oh ja, ik zie inderdaad een soort regenboogje of zo. Zo ziet het vanaf hier eruit. Het is gewoon een boog, maar het lijkt op een regenboog. Even 1 overlaten, denk ik dan, hè? Ja, ja. Ik moet me even helpen. Nee, nee, nog 1 echt zombies. Je kan het ding in beeld zien. Oh. Nog 29. 27, 26 over. Klopt, ja. Maar er stond er 1 in mijn rug, hè? Ja, veel meer. Ja, dat dacht ik. Ik liep er tegenaan, ja. 16 zombies. Gaat snel nu, gaat snel nu, gaat snel nu. 5 zombies. Hondje heb ik. Wacht wel in over. Andere hondje heb ik. Oh nee, die mag wel, die vuurzombie.
Ja, die vuurzombie kan je gewoon killen, ja. Alleen, die kan ik niet zien. Die rent traag, dus. Ja, maar ik kan hem sowieso niet zien. En dan moeten deze zombies bij mij moeten niet het vuur inlopen, hè. Dus die vuur was leeg. Of waar wij? Ja, waar zit jij nou op? Ja, op die gast. Oh. Waar loopt die dan? Hier, voor me. Oh ja, hier. Zo, die is sterk, jongen. Let op dat die vuur... Let op dat de zombie er niet in loopt. Wow, yo. Oké, ik kom eraan. Ik kom eraan, Ryan. Staat de pack-a-punch hier? Let op wat die zombie, hoor. Ik ga naar rechts. Wat is dit dan? Oh. Oh, de end. Oh, je pack-a-punch, pack-a-punch. 51.000. Oké, cool. Ik pack-a-punch even mijn model. Je kan sowieso pack-a-punchen, man. Ja, dan hebben we het einde gehaald, toch? En volgens mij, als we die teddies... Volgens mij, als we die teddies allemaal hebben gevonden... Dat we nu dus nog niet hebben. Die moeten we nog even zoeken, dus. Dan gaat hier een geheime kamer open, zie je dat? Ja, dan moet je even verder. Maar volgens mij zitten ze in die roosters. Ja, of nog hier in die hokjes. Ja, we kunnen wel even zoeken. Oh ja, hier heb ik er een. Oh, die zombie ramp me, jongen. Ja, ik pak hem even mee. Ja, ik kan hem niet schieten, die Teddy. Kijk uit, hoor. Want hij slaat hard namelijk, die gast. Oké, Teddy, 4 van de 5. Nog 1 te gaan, dus. Sowieso, die laatste zit echt op een vieze plek waar we gewoon niet zomaar kunnen vinden. Oh, hier. Heb je dat? Ja, en een traan. Oh, al Teddy's zijn fout. Oké, hier. Er moet nu als het goed is deze achterste deur open gaan. Ja, ja, hier. En wat is dat dan? Wacht even, is dat een teleport? Oh, Tomahawk. Alright, nice. Kan hem niet pakken. En? Max ammo. Max ammo kunnen we hier gewoon doen. Die Tomahawk, niet die Tomahawk gooien. Dat is een soort boomerang, als het ware. Dus die kan je zo meteen gewoon gaan gebruiken. Oké, er staat nog ergens een onzichtbare zombie hier bij me, Rijn, buiten, dus ik kijk. Oh, hij is dood, dankjewel. Weet je hoeveel ammo ik heb in mijn wapen? Nou? Gewoon in totaal, hè. Nou? 1200 kogels. Echt? Ja, en mijn oog. Ik heb in deze, heb ik... 840 kogels, nou, dat is ook nogal veel. Boom, model op je kop. Model over 2 tijden dit, jongen, heerlijk. En dan hebben we volgens mij alles gehaald in deze map, toch? Ja, moet alleen. 51.000. Ja, even 1, ja, 51.000, hè, niet 100. Of 51.000, sorry. Anders was het een beetje makkelijk geweest. Ja, dat zou niet echt zijn. Ik ga wel even nog perks halen. Nee, hiervoor wilde ze pack-up-puntje. Dit is toch heerlijk, jongen. Oh. Dit zijn serieus de leukste wapens ooit in de Call of Duty game toegevoegd. Totdat ze werden geüpdate, toen waren ze niet meer zo sterk, maar nog wel leuk. Ik vind dat de models gewoon een keertje moeten terugkomen in een nieuwe Call of Duty, jongen. Ja, ja, we hebben ze gelukkig nog in zombies, dus ik vind het wel best. Oh, ik word ingesloten in mijn rug. Ik liep tegen een zombie aan. Boom! 14. Kijk hoe dat andere wapen schiet. Oh, die is niet zo sterk. Oh, die gooi ik ook even. Hop! Die is best wel sterk, hoor, want die komt weer naar je toe terug, dus... Ik was al helemaal vergeten, ja, van mat. Hé, maar ik wil wel eventjes, nu kunnen we even een perk kopen ook. Ja, ik wil eigenlijk even die, ja, er zit, als het goed is, ergens, ik weet niet precies waar die staat, staat een speciale perk, een custom perk. Ja, ja, ik weet hem helemaal boven. Nee, dan moet het, nee, ergens, nee, beneden ja, ook ergens hoor. Helemaal boven. Staat die echt helemaal boven? Oh, serieus, dan ga ik weer terug. Ik ga gewoon kijken of ik alle perks kan krijgen en dan het einde halen, ja? Ik wel een strak idee. Ga hem ook even kopen. Volgens mij is hij 2000. Oh ja, hier staat hij inderdaad. Maar ja, maar wat doet het? Dat is een betere vraag. Superslijf, volgens mij... Nee, volgens mij is dit die perk dat als een zombie wacht. Ja, als een zombie dichtbij je komt, dan gaat hij heel veel wat langzamer lopen, hè? Echt? Die is wel handig om te hebben. En dit is ook een custom perk, maar die weet ik niet wat die doet. Nou, we halen het gewoon. Elke perk maakt de game wat makkelijker, dus ik vind het wel best eigenlijk. Die heb ik al volgens mij. Nee, dat was Widow's Wine, die heb ik ook nog niet. Ik loop gewoon de trap naar beneden en ik haal alles wat ik nog niet had. Oh, heerlijk dit, jongen. Oh, yo, yo, yo. Oh, ik heb instant kill. Sniper schieten. Ik kan me slaan, jongens, maar je hebt er niet zoveel aan. Zo, de wees is voorbij, bro. Nice. Even kijken, die perks heb ik allemaal. Ik heb alleen beneden een aantal perks nog niet. Spat rond achter, dus kijk uit. Oh. Ik zag het vanaf boven.
Hoeveel perks heb jij nu? Ik heb er 9. 4. Ah, 4. Oké. Oh, ik heb een bison. Zijn machine gun? Ja, punt te farmen. Oh, je stamina up. Die wou ik al heel tijd halen. Nu kan ik hem eindelijk halen. Hoppa, hè. En naar boven. Ja, ga jij nu maar boven staan, ja. Ik sta nu even beneden te chillen. Oh, dead machine. Kan ik helemaal naar boven schieten, denk je? Ja, ik kan je gewoon killstealen vanaf hier. Kijk dan. Ja, in de trein, jongen. Ik hoor allemaal hitmarkers. Ik schiet helemaal vanaf beneden, hè. Ryan! Naar beneden. Ryan, ik killsteal je vanaf hier. Blijf daar. Oh, oh, oh. Oh. Oh, Ryan, zijn zombies weg. Oh, ze lopen langzaam nu. Hey, kom eens naar beneden, oh, Ryan. Zo. Ja, is die ammo. Ze hier even af, hoor. Oh, wat? Oh, hier ga je meteen. Je kan ook meteen naar verdieping 12, hè, vanaf hier nu. Ja. Deadshot. Zo, ik heb volgens mij alle perks in de game. Echt? Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ik ga straks mijn sniper pakken, puntje. Zo, die hondjes rennen snel, jongen. Echt, ik hou van deze wapens. Oh, oh, onzichtbare zombie bij me. Waar ben je? Daar. Waar? Daar ben je. Oh, ja, ik heb hem. Zombies, dit is zo random. Hoe ik die zombies uitschakel, jongen, dat is geniaal, man. Ik kijk gewoon heel rustig waar ze zijn en dan schiet ik vol op hem. Ik kom even naar jou toe, Ryan. Nee, wacht. Ik wil eerst even nog een nieuw wapen hebben. Oh, 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 oh. Wat zit erin? Oh, een Maverick. Oh, grappig. Ik ga nog even door met boksen, hoor. Nu kan het. Dat krijgen we nu. Zet even een de KN57. Kijk, dat is ook een leuk wapen. Oh. Wat hebben we nu? Oh, ik heb de UCR. Ja, die wil ik wel pack a punch eigenlijk, als ik eerlijk ben. Rijn, ik kom eraan, ja? Ah, ik zet hier even een concentratie. Zo. Hallo! Oh, je kan die tomahawk inderdaad pakken! Echt? Ja, ik zweer het, je kan die tomahawk pakken, man. Het is alleen wel een klein beetje lastig. Ja. Wacht. Er leeft nog één zombie. Laten we die heel veel leven? Ja. Auw. Dan ga ik heel veel weer naar beneden. Oké, hoe ga je die... Maar wat als je die pakt? Gebeurt er dan nog iets speciaals? Ik ga het proberen, ja? Ja. Ho! Oh, nee. Heb ik hem? Bro, je kan hem pakken, hoor. Ik zweer het je. Ik ga het nog een keer proberen. Het kost wel heel veel duizend geldjes, maar dat is niet erg. Er leeft alleen nog een hond, by the way, dus dat is de enige. Zo kan je hem pakken. Ja, hier, als je terug, als je... Ja, ik heb hem! Hoppa! Ik weet niet, want we hadden hem volgens mij al, maar je kan hem daar uit de lucht pakken. Volgens mij hadden we hem al, maar dat is niet erg. Ik heb alleen geen geld meer. Want ik kom nog even naar beneden, hoor. Wacht, wacht, wacht. Hey, Ryan! Hey. Ryan rent weer naar boven toe. Oh, ik heb hem afgesloten, blijkbaar was de hond. Ja, dat was de hond was de laatste, ja, dat is niet erg. Er zit nog wel, als het goed is, ergens een lava zombie, maar... Ik wil even genoeg geld hebben nu... Hoi. Hallo. Ik wil alleen even genoeg geld hebben nu om sniper te packen, punchen, man. Dat ding is nu namelijk echt super slap. En dan ga ik daarna even sparen voor het einde. Oh, dat ding is niet slecht. Dan hebben we hem weer gehaald, namelijk. Wave 23. Ik moest even snel typen, want de zombies kwamen achter me aan. Ik hoor het niet. Oh, ik werd geramd. Dat is serieus gevaarlijk als je gaat typen, jongen. Oh. Oh, je ging nog typen. Ik zie, ik was maar aan het typen, ja. Okay, terwijl de zombies achter me aan staan. Oh. Lekker punten farmen met dat ding, moet je zien. Oh, zo, ik zie alleen maar tientjes bij je. Kijk, hè, kijk, kijk, hè. Bro, dat gaat hard. Oh, hij is down. Ryan. Ryan, wacht even, hè.
Maar dit is een mega probleem. Dit is even een klein probleem, ja, want er leven nog 134 zombies. Klein probleem. Nee, wacht, wacht, ik heb een idee. Ik ga ze allemaal naar beneden lokken en dan spring ik naar boven, ja, naar die vijvertje. Zie jij in je beeld staan hoeveel tijd ik nog daarvoor heb? Nee. Totdat je dus helemaal down bent? Weet. Doen. Ah joh, rustig aan. Ik heb quick revive, hè. Speciaal voor jou. Ik ga stoer doen. Kijk, ik kan... Ja, ja, ga stoer doen. Oké, ik kan nu al springen, toch? Ja. Ja, oké, okay, ik heb net alles gekocht. Net een kom eraan, Ryan! Ik had net een derde wapen gepakt. Hallo! Ik revive je. Oh, verkeerde knop, sorry. Oké, okay, daar is die weer. Wat succes. Ik oh, mijn sniper. Heb je je perks nog wel of ben je die ook kwijt? Ik ben die ook kwijt, dus moet ik even snel okay. Checken naar de ik ben niet snel meer. Nee, je bent alles kwijt jij. Dan ben ik dus degene die verhaal moet gaan voor de 51.000, of niet? Ja, niet per se. Nee? Okay. Ja, het is teamwork, hè? Team effort. Als we niet samen gewoon zoveel punten konden halen. Ja, als je het aan elkaar kon weggeven, dat is ook wel handig. In sommige maps kan dat, hè? Ja, dan heb je een bank. Maar deze helaas niet. Maar het is niet erg, als jij gewoon Juggernaut terugkoopt, dan heb je in ieder geval dat weer. Dan moet je alleen even kijken of je weer je goede wapen... Nou, je hebt nog twee goede wapens, toch? Dan ben je nog ook. Nog dubbele punctie hier. Oh, nice. Reloading! Je krijgt ook gewoon 100... Ik heb 13k alweer. 100 punten als er zo'n zombie wegslamt. Ja, is gewoon, je kilt ze gewoon, hè. Dus het is gewoon een volledig... volledig aantal punten. Laten we er heel veel eentje leven, dan kan ik nog even die kamer daarin. Even kijken of ik al pekken puntje. Ik wil eigenlijk even die sniper pekken puntje kijken of die een beetje nog, sterk is. Ik zat op die zombies te rennen, maar het is over. Let op, nog 20 zombies. Au, nog 16 zombies. Oh, ik heb weer harde veel punten. Ja, gaat snel hoor nu. Oké, bij mij leeft er nog één. Dan ga ik even pekken puntje, ja? Ja. Oh, ik heb de Bowie knife nog niet gekocht, ja, maar die hoef ik ook niet. Die hoef ik niet. Hoop even quick revive. Hé, maar als we echt ammo nodig hebben, kunnen we die ook gewoon kopen, hè? Mocht dat nodig zijn. Ja, kan je kopen van mij. Heb je die echt nodig? Dat is een grapje, hoop ik, hè? Ja. Oh, kut hond. Mag ik hem killen? Ja, kill me. Oh, waarom kan dit ding niet noscopen, joh? Ja, ik heb hem gekillt. Oké, nieuwe ronde begint. Mijn sniper is one shot, by the way, dus ik ga er even mee schieten. Even lekker mee schieten. Dat heb ik ook weer niet. De ene is leeg en ik heb nog 500 en de ander. Ja, 500, hè? Ja, 500, Ryan. Ja, het kan wel heel snel opgaan, dat geef ik je gelijk in. Maar dat red jij wel, joh. Ik ga Widow's wine kopen. Wat is dit? Ik heb iets gekocht. Ik weet niet wat het is. Auw. Het is leuk altijd snijpen, jongen. Hop. Ik krijg alleen niet zoveel puntjes mee, maar... Oh, zombietjes. Ik moet alleen opletten op die honden, hoor, want die zijn echt knijtertjes snel. Die zijn irritant. Daar ben ik me heel de tijd omdraaien. Veel stelen. Oh, hier. Oh, Max Ammo, kijk eens aan. Hoppa, dan hoef ik hem ook niet te kopen, nee. Lekker bezig. Maar een bison weer schieten dan. Kill stuur je niet hoor. Ah, nee. Lijkt alleen maar zo. Even vliegende kogels. Ja, oh, ik heb een bommetje. Ik zal hem laten liggen toch, of niet? Ah ja. We kunnen beter gewoon die zombies afknallen namelijk. Hondje bij mij, nu niet meer. Doei. Echt waar jong, mijn train is weer weg. Ik sta gewoon van bovenop te snijpen, jongen. Heerlijk dit. Heel mijn trein is weer weg, zegt hij dan. Het duurde ook wel even voordat je het weer door had. Dat is het mooie aan alles. Ja, maar ik keek dan kijk je. Hem, ja, nee, daarom. Dan kijk je de andere kant op en dan kijk je terug en dan is in één keer je hele trein weg. Zoals nu. Dan is in één keer je hele trein weg. Sorry, Ryan, dat spijt me, oké. Okay. Ik zal het niet meer doen. Misschien. Dat kan ik niet garanderen. Ik heb weer iets gekocht, maar ik weet niet meer.
Reloading. Halen. Ja, die heb ik ook gehaald. Dan schiet je veel sneller, man. Ook mijn ene wapen is weer leeg. Dat is natuurlijk niet, hoor. Nee, nee, jij mag het. Ik schiet alles binnen met mijn sniper, dat is ook weer lekker handig. Die heb ik ook aan nodig. Light machine gun, man. Punt heb ik, ook 26k alweer. Gaan we mijn model erbij pakken, komt ie jongens. Oh, heerlijk jongen. Kill stealer. Wat is op Jan? Zombies Jan. Zombies Jan. Nee hoor. Oh, er staat wel ergens een onzichtbare zombie weer bij me. Wacht, ik ga hem even zoeken. Waar ben je? Daar. Daar. Ik heb hem gehit. Ik ben hem kwijt, Ryan. Daar. Ja, hij loopt jouw kant op, of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dan loopt hij met mij weg. Ik zag hem ook al niet meer. Punt heb ik, 28k. Oké. Okay. Gaat nee, snel nou, zo. Ik kan het alleen aan, ik ga quitten. Ja, ik ga voor de... Nee, als jij quit, dan jij bent de host, dus quit maar niet, want dan is die hele game geëindigd. Weet je wat we ook wel een keer hebben gehad? Dat is wel grappig. We hebben ook wel eens een keer gehad, weet je wel, dan zitten we zombies op te nemen. En dan valt de host de internet of zo eruit, jongen. Dan is de hele lobby weg, hè. Ja, ik zou niet te hard zijn. Nee, nee, ik kan het beter mijn mond houden. Nu moet zo meteen volgens jouw internet eruit. Want dat is echt... Als dat gebeurt, jongen, dan word ik wel boos. We hebben ook wel eens gehad, dan spelen we een map en dan vallen we opeens door de map heen. En is heel onze video weg. Ja, dan vallen we gewoon in één keer dood. Gewoon terwijl we, bijvoorbeeld dat we nu op die trap lopen en dat we gewoon in één keer dood vallen. Ja, dat is ook frustrerend hoor. Helemaal als we aan het opnemen zijn, want dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat zijn de YouTube geheimen, hè. Maar zo geheim is het niet meer. Nee, 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 bij ons is niks geheim, dus. Wij zeggen altijd alles. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een beetje grappig als het gebeurt. Maar ja, dat is niet heel chill. Ik denk echt wel dat als we die opnames gewoon opslaan, want ik verwijder ze altijd meteen, dat we echt wel gewoon een hele compilatie ervan kunnen maken, jongen. Van dingen die gewoon fout gaan. Fout met een V, hoor je dat? Ja. Dat heb ik ook al jarenlang, hè. Dat is, ik zeg fout en alles zeg met een V. Ja, ik weet niet, dat doe ik al mijn hele leven. Echt? Nee, dat doe ik al heel lang, maar ik let er meestal een beetje op, maar deze keer weer niet. Je hebt de killstier. Nee, dat heb ik niet aan doen. Waarom zou ik je killstier? Ik heb genoeg zombies bij mezelf. Zombies zijn traag. Lopen, Jan? Ja, ja, dat heb ik hoor. Ik was even aan het typen. Als jij niet dood gaat, hebben we een groot probleem. Dan hebben we... Ja, dat klopt, ja. Ik ben mijn punten aan het scoren, ja. Ik ben er bijna. Pikken, 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 pikken. Kijk, nu gaan we punten snel, man, met dit wapen. Alleen als die out of ammo is, dan heb ik geen kogels meer. Dat is ook wel logisch, ja. Maar als je nu gewoon doorspaart en ik gewoon Nee, wacht, ik heb een veel beter idee. Als jij nou even een treintje maakt, en ik schakel jouw treintje uit, dan heb ik genoeg en is de game voorbij. Ja, ik ging je voorstellen dat ik een Max Ammo ga kopen voor je. Oh, dat mag ook. Dan ga ik gewoon doorschieten, inderdaad. Oh, dat is inderdaad wel slimmer, ja. Als ik nu heel de tijd Max Ammo koop. De nieuwe wave. Ja, ik heb toch ik heb het nog niet nodig. Ik heb het nog lang niet nodig zelfs. Ja, ik wel. Oh, ja, je haalt het gewoon voor jezelf, hè, liegbeest die je bent. Je haalt het... ik wel, zegt hij dan. Heb je nu kogels bij? Nee. Oh nee, dan koop je het alleen voor jezelf. Oh, oké, okay, ja, dan werkt het dus niet. Het was te proberen, Ryan. Oké. Het was serieus een goed idee geweest dat jij de Max Ammo koopt en dat we het altijd weer krijgen. Maar ja, alleen degene die het koopt krijgt het dus. Dat is 5000, hè, toch? Ja. Nou, als je drie pack en punch wapens hebt, dan is dat het nog echt wel waard, hoor. Ja, we hebben instant kill. Kan het ook gratis krijgen. Ja, nee, klopt. Maar ja, dan heb je heel veel geluk nodig. En als je echt gaat voor een hoge wave, dan is het wel chill dat je kan kopen. Dat moeten ze ook in een Kino der Toten of zo en alles moeten ze dat toevoegen.
Ja, maar dat is die dood meestal. Ja, omdat je geen ammo meer hebt. Maar ja, aan de andere kant, als je gewoon ammo kan kopen, dan is het ook weer minder leuk. Want dan kan je echt een hoge wave aan. Als je dan een Thundergun hebt, dan kan je natuurlijk gewoon steeds ammo daarvoor kopen. Dus dan wordt het ook weer een beetje te veel. Moet je nagaan, als je 3 pack-a-punch wapens hebt, zoals wij nu. Nou, als je alle 3 je kogels kwijt schiet, dan heb je sowieso wel weer 5000 punten. Dan kan je gewoon onbeperkt blijven schieten, gewoon zonder moeite. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje overpowered is eigenlijk. Hey, maar ik heb 47k, Ryan. Ja? Ja. Ik heb bijna genoeg. Die tomahawk heb je helemaal niks aan, by the way. Ah, dat ding is slap, jongen. Dit hebben ze echt niet goed aan gehoord. Jawel, met de E. Oh. De E van tomahawk. Maar hij doet helemaal niks, jongen. Dus je hebt er ook echt helemaal niks aan. Oh, kan je hem niet eens... Oh, dan heb je misschien je knopje niet ingesteld ofzo. Ik had hem daar net al gegooid hoor, maar met de verkeerde knop. Oh, dan moet hij misschien wel opladen, dat kan ook, hè. Au. Gaan we dat eens even niet doen? Hé, hey, Oh, ik heb nog niet genoeg punten, ik dacht dat ik genoeg had, lol. Oh, daar vliegt hij, hoor. Ik zag je, ik probeerde te kill zien, toen zag ik je opeens over me heen vliegen. Even naar beneden, hè. Ah. Ik heb genoeg, man. Ja? Ja. Zo, er lopen veel onzichtbaar, hoor. Ja, bij mij, ja. Loopt hier helemaal vol. Ah, ze kunnen niks, joh. 12 zombies over. 9, auw. Oh. 5. 4. 3. Zullen we even 1 overlaten voordat het fout gaat? Want ik ken het wel weer langer dan vandaag. Sorry, zombies. Maar we gaan ontsnappen. Jullie zijn te slecht voor ons. Hahaha. Nou, Ryan, dan gaan we. Doei! Doei, neem maar afscheid van de trap. Oh. Rennen. Oh. Nee, ik heb die laatste even uitgeschakeld. Rennen. Nu wel rennen. Go. Waar moet ik kopen? Hier toch? Ik ga pakken, puntje. Jee, te laat! We hebben de map voltooid hoor, zo doen we dat. Hoppatee. 27 rondes hebben we er uiteindelijk over gedaan. Ryan is wel 2 keer down gegaan, maar ja, hey, teamwork hè. Alles draait om de teamwork. Hey. Dus mocht jullie hebben genoten van deze video, rap natuurlijk zo'n skyrim blij, dat zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer. Vergeet niet te abonneren op Ryan's kanaal voor meer. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye.